Premier Gaston Brown van Antigua en Barbuda vertoeft voor 2 dagen in Suriname. Tijdens dit bezoek heeft hij bilaterale gesprekken gevoerd met president Desi Bouterse. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut op haar website De Boodschap. De eerste gesprekken zijn vandaag gevoerd op het presidentieel paleis. Aan dit overleg hebben de ministers Stephen Tsang, Ronnie Benschop, Robin Permisser, Sergio Akinboto en Vijay Chotkan deelgenomen. Beide CARICOM-leiders willen de economische banden versterken. Morgen brengt de delegatie een bezoek aan de centrale markt, de Farmer Field School te Wanica. En te Kolakreek wordt ter afsluiting van het bezoek een persconferentie gehouden.